Het Middel-Nederlands kende vier naamvallen, zoals dat nu nog in het Duits het geval is. Dat betekent dat de vorm van woorden wordt bepaald door hun functie in een zin. Dat komt onder meer hierop neer. Het onderwerp staat meestal in de nominatief, het leidend voorwerp in de accusatief en het meewerkend voorwerp in de datief. De genitief, tot slot, wordt vaak gebruikt om een bezitsrelatie aan te duiden. In de zinnen ik zag hem en hij zag mij, zien we bijvoorbeeld hoe de vorm van de persoonlijke voornaamwoorden ik en hij varieert naar gelang de functie van het voornaamwoord in beide zinnen. Daarnaast kunnen ook voorzetsels een bepaalde naamval uitlokken. Het voorzetsel met, bijvoorbeeld, zal vaak een datief vragen. Bekijken we even deze zinnen: Die koning ging met die koninginne en die koninginne. Gink met die koningen. In dit voorbeeld zien jullie hoe het woord koning in de tweede zin een datief uitgang krijgt, met een doffe e op het einde, omdat het woord daar op met volgt. Dit naamvallensysteem is in de geschiedenis van het Nederlands geleidelijk aan verwaterd. En in het moderne Nederlands kennen we nauwelijks nog verbuigingen. Enkel de genitief in bezitsrelaties, bijvoorbeeld in chef's boekenkast, wordt nog vaak gebruikt. Het langzame verdwijnen van naamvallen in onze taal is al tijdens de middeleeuwen begonnen. Reeds in het Middel-Nederlands was het systeem met naamvallen in afbouw en niet meer consistent. En dat maakt het een uitdaging om middel-Nederlandse teksten vele eeuwen later goed te interpreteren. In talen met een naamvalsysteem is de volgorde van de woorden in de zin nogal vrij. Dat komt omdat de naamvalsuitgangen laten zien welke functie. Een bepaald zinsdeel in de zin vervult. Een vaste woordvolgorde is daarom niet echt noodzakelijk. In de ridderroman Verguet lezen we bijvoorbeeld de zin. Sien Ors die met dien sporen sloog. of hij maande zijn paard aan met de sporen. De volgorde van de woorden is hier duidelijk vrijer dan in het moderne Nederlands, want de persoonsvorm sloog staat helemaal achteraan de zin en het onderwerp hij hoeft blijkbaar niet vooraan te staan. Middel-Nederlandse werkwoorden kennen ook vier wijzen. Er is de infinitief, zoals lezen. De indicatief, die wordt gebruikt voor gewone mededelingen, bijvoorbeeld ik lees De imperatief, die een bevel uitdrukt, lezen. En verder is er ook nog de conjunctief, die een mogelijkheid of een wens uitdrukt. De conjunctief leeft in het moderne Nederlands enkel nog voort in een handvol versteende uitdrukkingen, als leef de koning of redden wie zich redden kan. Reeds in het middel is het moeilijk om de conjunctief van de indicatief te onderscheiden, omdat deze vaak dezelfde uitgangen krijgen. Interpretatieproblemen met de werkwoorden kunnen ook optreden bij de sterke werkwoorden. De klinkerwisselingen bij de sterke werkwoorden zijn niet altijd dezelfde als in het moderne Nederlands en heel wat van oorsprong sterke werkwoorden zijn geëvolueerd naar zwakke werkwoorden met een uitgang en geen klinkerwisseling in de verleden tijd. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin. Het gaat om een ontmoeting tussen de ridder Verguut en een dwerg. Verguut, Groetene en de Loeg. Het werkwoord Loeg is de verleden tijd van Lachen en kende een sterke vervoeging in de middeleeuwen. In het hedendaagse Nederlands wordt dit vergued, grote hem en lachte. Tot slot is er nog de ontkenning of negatie. In het zinnetje ik kom morgen niet, horen we aan het woordje niet dat het om een ontkenning gaat. In heel wat dialecten, vooral in de westelijke dialecten van Vlaanderen, wordt daar net zoals in het Frans nog een elementje aan toegevoegd. Ik en kom morgen niet. Het gaat hier om een tweeledige negatie, en dit is een overblijfsel uit het Middel-Nederlands. Ook daar bestaat een negatie doorgaans uit twee elementen. Een negatiepartikel, zoals ne of en, dat altijd vlak voor de persoonsvorm staat, en verderop in de zin, een negatief bijwoord, zoals niet of nooit. Voorbeelden daarvan zijn overvloedig te vinden in middel-Nederlandse teksten. In het beroemde verhaal van Karel en de Elegast, waar Karel de Grote tegen zijn zin, maar op bevel van God, een nacht uit stelen gaat, kunnen we lezen Gods gebod, zine woorden, en wil ik niet laten achter. Gods bevelen wil ik niet negeren. En Karel vertrekt, onopgemerkt, midden in de nacht. Daarin was niemand die ihn zag. Es war niemand, die ihn sah.